Wij hebben echt heel, heel hard moeten werken. Zeker hier in Brabant, waar we in het epicentrum zaten van de crisis. Er is ongelooflijk hard gewerkt, 7 dagen per week, met een enorme toewijding. En we hebben het allemaal ook, vind ik, in hele goede banen kunnen leiden, met vereende krachten. En taferelen van elders uit Europa hebben we hier kunnen voorkomen. Iedereen heeft het en terecht over ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg. Maar wij komen daarna, in de postmortale zorg. Als toch wij gewoon overleden te betreuren hebben. En dan moeten we ook zorgen dat alles in goede banen worden geleid en in hele moeilijke omstandigheden toch gezocht moet worden voor een oplossing die past. Voor een mooi waardig afscheid binnen de beperkende mogelijkheden. En ik vind dat alle collega's in de uitvaartbranche wat dat betreft echt gewoon een pluim verdienen. Dat is niet zo. Wij maken zeker niet extra winst. Sterker nog, wij maken extra kosten. Hoe komt dat? Wij zitten hier in het epicentrum in Brabant. Wij moeten zorgen voor echt heel veel extra logistieke werkzaamheden. En als het gaat om de zorgen voor zulke dingen als koeling, altijd alles keurig op tijd in gereedheid kunnen brengen, kunnen verplaatsen om vreselijke taferelen te voorkomen. En het gaat ook nu om dat wij die extra kosten ergens op zouden willen verhalen. Alleen het idee dat we extra winst zouden maken, wil ik echt met kracht weerspreken. Dat hoop ik van harte. En ik denk het eigenlijk ook. Ik denk wat we gezien hebben wat betreft de mogelijkheden om online dienstverlening te kunnen verlenen, die hebben ons eigenlijk in positieve zin verbaasd. Er is veel meer mogelijk dan we al gedacht hadden. En ik hoop dat het blijvend zal zijn, dat we die dingen mee gaan nemen. Streamingdiensten is daar een heel goed voorbeeld van. En ik hoop ook van harte dat het zijn weerslag zal hebben in Den Haag. Doordat we nu meer in spotlight hebben gestaan, dat ze zien hoe belangrijk deze sector is en dat die wet op lijkbezorging echt aangepast moet worden om verder vernieuwing mogelijk te maken en te zorgen dat iedere consument in Nederland precies weet waar hij aan toe is als het gaat om uitvaartzorg.